Welkom weer bij deze nieuwe Thema Vrijdag video. Vandaag is het vrijdag 10 september. We gaan weer een ontkleedbeurtje doen aan Vos. En ik heb mijn camera weer omgedraaid, zodat jullie hem goed kunnen zien. Hij is trouwens in een heel schattige babyblauw broekje met sokjes. En ja, dit staat hem ook super, super lief. Eigenlijk wil ik hem haast niet omkleden, omdat het zo schattig staat. Maar ja, Vos is wel echt op dit moment mijn favoriet, denk ik. Samen met nog een paar, maar Vos is zeker wel nummer 1. Op dit moment, dat wisselt soms een beetje. Maar met Vos heb ik op dit moment gewoon een hele goede klik. En ja, we doen weer thema vrijdag. Vandaag is het thema jaloezie in de reborn wereld. Ik weet niet of jullie het ook gemerkt hebben de laatste tijd. Maar er is heel veel te doen in de reborn wereld. Daar gaan we het vandaag over hebben. Maar allereerst ga ik laten zien wat ik Vos ga aantrekken. Hij krijgt dit pakje aan van Veetje. Dat is nog een kort t-shirtje, maar dat kan nu nog, want het is nu nog warm. Het is toch nog een 24, 25 graden hier in Hogezand. Dus dat is best heel veel. Na een paar hele warme dagen van 27 graden, 28 graden. We hebben hier geen onweer gehad en geen regen, dus het is hier nog steeds flink benauwd. Alleen het is hier wel bewolkt nu, op dit moment. En daar hoort dit schattige broekje bij. Hij heeft hem ook in een kort broekje, maar dat vind ik nou weer net even iets te zomers. En wat twee witte sokjes. Ik heb maar voor een wit sokje gekozen. Ik heb namelijk geen F&E-cru sokje en dit is een heel mooi kleurtje groen. Alleen het zit tussen groen en blauw in. Dus een blauw sokje past er niet bij. En het mintgroene sokje wat ik heb past er ook niet bij. Dus ja. En als wij dan Vos hebben omgekleed en ik heb wat gekletst over ons thema van vandaag, gaan we natuurlijk ook de winnaar bekendmaken van mijn winactie die hier staat. Ik heb er overigens nog een flesje bij gekocht. Een hele leuke van de Hema. Mooi ecru flesje. En een pakje doekjes. En dan is het, pakket helemaal compleet. En ik weet de winnaar al. Ik denk dat diegene die gewonnen heeft er echt super blij mee is. Jullie allemaal zouden er blij mee zijn. Maar ik had helaas... Ik kan er helaas maar één gelukkig mee maken. Tenzij diegene zegt van... Nou, ik heb belang bij... dat pakje en dat wil ik wel graag hebben, maar die en die en die heb ik bijvoorbeeld al, of hoef ik niet. Dan kan ik nog een nieuwe winnaar erbij bekendmaken. Daar had ook iemand het over, maar ik weet zo even niet meer wie. Maar goed, de winnaar is dus al bekend. Ik weet het dus al, ik heb al aan het rad gedraaid natuurlijk, voordat ik deze video ging opnemen. Maar die ga ik aan het einde van de video ga ik hem verloten. Dus we beginnen eerst gewoon met onze thema vrijdag. En ik ga Vosje lekker omkleden. Ik ga even kijken wat jullie... Ja, jullie zien gewoon alleen mijn blouse. Waar ik net inkt in heb gekregen, denk ik. Ik denk van het stijven van alle namen. Ik had dus 28 mensen voor de verloting. Dus dat is echt superveel. Maar, onze thema, jaloezie in de reborn wereld. Ja jongens, volgens mij hebben jullie er allemaal misschien wel eens mee te maken gehad. Allemaal wel eens een bericht gelezen dat je denkt van... Wow, dat dit onder ons reborn wereldje allemaal gebeurt. Want, ja, ik lees de laatste tijd... ene nare bericht naar het andere nare bericht. En ja, er is dus heel veel competitie, jaloezie onderling
in de reborn wereld, dat ik mij daar enorm over verbaas. Dat ik denk van, waarom? Ik snap het soms wel. Daar gaan we het natuurlijk over hebben. Mijn mening daarover. Ik vind het niet leuk, allereerst, dat mensen elkaar afkraken. Daar ben ik niet van. Iedereen in deze wereld, in deze reborn wereld, houdt van poppen, houdt van reborns. Heeft misschien wel een speciale reden voor de reborn. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Je hebt ook gewoon mensen die het leuk vinden om ze te verzamelen, omdat ze gewoon mooi en schattig zijn. Je hebt mensen die geen kindjes kunnen krijgen en die daarom een reborn hebben. Je hebt mensen die om andere redenen, psychische redenen, misschien een reborn hebben als troost. Je kunt reborns om verschillende redenen verzamelen. En dus allereerst wil ik gezegd hebben, ik hou totaal niet van elkaar afkraken. Ook afkraken. Dat ligt, kijk, het ligt eraan op wat voor manier het gebeurt natuurlijk. Maar ik bedoel daarmee dat je in het openbaar een negatieve reactie geeft. Of in het openbaar een iemand zwart maakt. Bijvoorbeeld op Facebook of op Instagram. Maakt allemaal niet uit. Op WhatsApp waar diegene in zit, in een groep. Kijk, natuurlijk kun je onderling met elkaar praten over iemand die je opvalt. Dat is anders wat. Maar ik vind het heel naar als iemand in het openbaar zomaar beledigd wordt. Dat vind ik niet kunnen. Iedereen is in zijn eigen waarde. Tuurlijk vind ik bepaalde dingetjes misschien zou ik niet doen. Of zou ik anders doen. Maar ik vind niet dat iemand daar in het openbaar op afgerekend hoeft te worden. Dus dat allereerst. Dat heeft dan ook weer een stukje, ja, of dat jaloezie is. Of het elkaar niet gunnen. Ik weet het niet. Ik vind het heel raar. Er zijn veel ruzies op Facebook. Onderling. Mensen die elkaar op een of andere manier bezodemieteren. Jaloezie onder mensen. En dan heb ik het over dat over dat daar dus ruzie over ontstaat. Over een reborn bijvoorbeeld. Of dat de een wel heel veel kan kopen en de ander niet. Ik vind het pas vervelend worden als mensen een ander niks gunnen. Ja, dus stel, er komt een mooie reborn te koop. En het is weer die ene die er al 10.000 heeft bijvoorbeeld. Die als eerste weer die reborn voor je neus wegkaat. Daar hou ik niet van. Dan denk ik van, oké. Ik ben iemand die, als ik net iets heb gekregen, net iets heb gehad, dat ik dan denk van, ik sla mijn beurtje wel even over, want ik gun het ook een ander. Hè, die wil misschien ook wel een mooie reborn en heeft de vorige keer, toen ik het eerste was, achter het net gevist. Nou ja, zo. Dus om die redenen ben ik ook gewoon niet heel vaak actief op Facebook. Ik wil geen nare reacties, geen ruzies. Ik hoef in dat opzicht op Facebook niet echt op te vallen. Het is niet altijd jaloezie natuurlijk wat mensen hebben. Het is ook wel eens dat mensen weten dat de ander bijvoorbeeld niet altijd eerlijk is. Of het is gewoon heel ingewikkeld uit te leggen. Maar ik zie tegenwoordig wel echt veel nare berichtjes op Facebook voorbij komen. Dat ik denk van, nu hebben die weer ruzie met elkaar. En ik vind het jammer dat dat zo moet. Ik vind het ook jammer dat er mensen zijn die zo zijn. Ja, die,
hoe zeg je dat? Die. Nou ja, het een ander niet gunnen of zo. Of ja, lastig. Heel lastig. Lastig oordelen. Zo. Nou, Vosje heeft dus het rompetje aan. Schattig, hè? Zien jullie hem wel, jongens? Ja, het rompetje wel, maar Vos zelf niet. Ik heb hem iets omlaag gezet, omdat ik het idee heb dat jullie mij kunnen zien. Maar zo lastig. Maar goed. Maar ja, ik vind het dus gewoon een moeilijk onderwerp ook. Ik weet ook eigenlijk niet waarom ik hem gekozen heb. Maar meer omdat ik het bespreekbaar wilde maken, denk ik. Maar het is en blijft een moeilijk onderwerp. Als er ruzie is op Facebook. Of ruzie onderling. Ook op YouTube is er ruzie. Laatst was ik nog betrokken bij een ruzie. Of nou ja, ruzie. Ja, het was wel een werd wel een ruzie genoemd. Omdat er uiteindelijk meer mensen bij kwamen. En ja, toen werd het uiteindelijk wel een ruzie genoemd. Ik ben niet van het ruzie maken. Ik ben iemand die denkt, nou laat maar. Natuurlijk heb ik ook wel eens een mening klaar. Dat ik denk van, nou, hè, dat vind ik echt vervelend. Of die persoon, nou, daar heb ik nou al genoeg van gezien. Of, nou ja, hè, natuurlijk heb ik dat ook wel. Maar vecht dat niet uit met die persoon. Want die persoon kan daar mogelijk niet eens wat aan doen. Dat jij je daaraan irriteert. Nou, dit is een lekker ruim broekje, Vos. Je bent een beetje een te dun. Hè, dus ja, ik vind het gewoon niet dat dat tussen die personen dan is. Ik kan mij ook irriteren aan bepaalde mensen. Maar ik ga geen ruzie lopen zoeken met die mensen. Ik denk, nou ja, laat maar. En ja, ik vind dat wel, oh ja, dit is natuurlijk wel een dingetje. Hij heeft een lange mouw romp eraan. Nou ja, volgens mij past het er wel bij. Daar heb ik dus niet op gelet. Nee, ik vind het jammer dat in de Reborn wereld bestaat. Ik wil het graag, ik vind het gewoon leuk als dit een groep blijft. Waarbij mensen het elkaar gunnen. Waarbij mensen het ook een ander gunnen. Ja, elkaar dus. Hè, maar ook gewoon zonder ruzie. Zonder dat je hoeft te vechten om een bepaalde reborn. Zonder dat je voorgetrokken wordt. Omdat je misschien meer geld hebt dan een ander. Ik vind dat niet... Hè, dat niet hoort, zeg maar. Ik vind dat los... Of je nou wel of geen geld hebt. Of wat dan ook maar. Dat een los... Dat los staat van elkaar. De een moet er heel hard voor sparen. De ander kan het zo kopen. Het is gewoon... Ja, lastig, zeg maar. En je weet ook niet altijd elkaars hele verhaal. En dat is ook wel zo. Mensen, waaronder ik zelf ook hoor. Ik ben er zelf ook schuldig aan. En soms dan roddel je over iemand. En terwijl je eigenlijk helemaal... De helft van de situatie niet weet. Waarbij, ja, misschien wel helemaal niet de hele waarheid weet. Maar daar een eigen mening over hebt gevormd. Dat soort dingen gebeuren natuurlijk ook. Dat is nou helemaal zo. Daar kan je niks aan doen. En de een valt ook meer op dan de ander. Dat heb je ook nog. Ja, dat is ook zo. Even los, nou heb je een pluimpje voor. Nou ja, in ieder geval een moeilijk onderwerp, jaloezie. Wat vinden jullie ervan? Zo, Vosje is weer helemaal fris. Ik weet niet of jullie hem zien zo. Even kijken. Ja. Daar is Vos. Wat een lief mannetje is het toch, hè. Mijn lieve blonde veentje. Met zijn mooie haartjes. Ja. Dus ja, jongens.
Ik weet eigenlijk ook niet zoveel wat ik over dit onderwerp meer moet vertellen. En gewoon, het is ook wel een beetje een soort van iets wat je samen kunt bespreken. Ik ben heel benieuwd naar wat jullie hiervan vinden. Ook op Facebook, de ruzies. Ik vind het lastig. Ik zie ook wel dingen wat ik denk van dit klopt gewoon echt niet. En toch meng ik mij daar niet mee verder. Ik zal nooit geen ruzie maken met iemand op Facebook of op Instagram. Of wat dan ook maar. Niet zoveel mogelijk vermijden, zeg maar. Ik ben daarin dus heel erg vermijdend. Ik ga niet, daarover met iemand. En ook als ik er wel met iemand anders toevallig dan over praat, ben ik altijd bang dat het ergens een keer terechtkomt bij diegene waar het over gaat. Maar ja, dat hou je toch ook wel. En iedereen heeft dat wel. Want je hebt gewoon soms dingen die je opvallen en die je dan even kwijt wil aan iemand. Dus ja, dat gebeurt gewoon. Maar ja, openbaar liever niet. En als je dan onderling een ruzie hebt of wat dan ook maar. Je wil iemand anders waarschuwen. Oeh, prima. Sorry jongens, ik was even gaperig. Maar ja, dat kan. Dan kan je even een berichtje plaatsen op Facebook. En dat is het dan ook. Ga er niet eeuwig over door. En op Facebook. Laat dat niet een gevecht worden wat op Facebook wordt uitgevochten. Dat is gewoon niet leuk. En dat vind ik jammer in de reborn wereld. En ik merk ook dat heel veel mensen er daarom uitstappen. Ik merk dat ik daarom zelf ook gewoon veel minder actief ben op Facebook. Dat ik denk van, nou ja, deze hobby is van mij. En dat pakt niemand mij af door een of ander conflict. Of mening van iemand anders. En dat vind ik, ja. Dus vandaar. Ja, ik ga nou nog even weer een thema bedenken voor volgende week. Ik had een hele hoop thema's in mijn hoofd. En dan zo heb ik ze in mijn hoofd en zo ben ik ze weer kwijt. Dus heb je nog een idee voor een thema, reageer dan even onder deze video. Ik weet dat veel van jullie deze video gaan kijken. Omdat hier natuurlijk de winactie in zit. Dus reageer even onder deze video. Wat vind jij van de jaloezie in de reborn wereld? Wat vind je nog een leuk thema? Ja. Bijvoorbeeld, ook met jaloezie, wat ik dan ook nog wilde zeggen, inderdaad. Jaloezie heeft ook te maken met de kwaliteit of de... Ja, mensen zeggen dat je een dure reborn moet hebben. Dat vind ik dan ook zo raar iets. Dat ik denk van, waarom? Als iemand een reborn van €200 prachtig vindt en diegene is daar dolgelukkig mee. En je hebt er prachtige exemplaren bij. Moet ik gewoon ook eerlijk zelf ook eerlijk toegeven. Je hebt er gewoon ook prachtige exemplaren bij. Nou, en als iemand dat kan betalen en die is daar blij mee en gelukkig, dan laat diegene gewoon in zijn waarde. En zeg niet van nee, ja, je hebt geen mooie reborn omdat die toevallig geen €3000 was. Nou, dat zegt helemaal niks. Want ik heb er ook van 3000 gezien die ik spuuglelijk vond. Dus sorry, maar dat zegt echt niks. Het enige waar jij voor moet kiezen is... de artiest die jij mooi vindt, datgene in een reborn wat jij belangrijk vindt, moet je vinden. En niet wat een ander daarover zegt. En dat is ook weer een stukje jaloezie. Of het idee hebben dat als je dan zo'n reborn van €3000 hebt, dat je er dan bij hoort in de reborn wereld. Nou, dat vind ik verschrikkelijk. Dat mensen dat op die manier zo brengen. Zo van, nou, als jij er geen reborn hebt van een prototype of een hoge kwaliteit, dan hoor jij niet bij onze groep. Nou, dat vind ik ook eens wel raar iets. Ik denk, ja, dat is ook een stuk. Daar zit ook weer een stuk van wrok of jaloezie of... Ik weet niet wat dat is. Ik kan er ook geen goed woord aan geven eigenlijk in de reborn wereld, wat dat dan is. Het is een beetje haantjesgedrag of zo. Een beetje haantjesgedrag. Ik denk dat dat het eerder is.
mensen allemaal haantje de voorste willen zijn. Met de mooiste dingen en de mooiste spullen en de mooiste reborns. En als je dan niet zo'n dure reborn hebt, dan hoor je er niet bij. Dan word je voor, nou, raar aangezien of wat dan ook maar. Omdat je een goedkopere reborn hebt of een speelpop. Hè, maar je moet doen waar jij zelf gelukkig van wordt. En als je daar gewoon gelukkig van wordt, dan ja, ik snap dat dan niet. Laat mensen daarin gewoon in hun waarde. Dat was denk ik eigenlijk meer wat ik wilde zeggen erover. Ik vind het heel moeilijk om ergens een mening over te vertellen. Wat dat betreft is die thema vrijdag ook wel weer een goed doel voor mij. Om meningen te vertellen. En ja, ik denk dat dat wel eigenlijk de grootste boodschap is die ik mee wil geven met dit thema. Jaloezie en wrok in de reborn wereld. Gun iedereen gewoon zijn eigen reborn. Zoals diegene de reborn mooi vindt. Of wat hij kan veroorloven. Of... En beoordeel iemand daar niet op. Laat ik het zo zeggen op die manier. Of het nou een goedkope of een dure of een ertussenin reborn is. Als het een reborn is die jou aanspreekt. Wat jouw kindje is bijvoorbeeld. Nou, dan heeft niemand anders daar iets over te zeggen. En ja. Oeh, jongens, ik ben echt back af. Ik denk dat ik even wat moet drinken. Soms heb ik wel eens het idee dat mijn suiker een beetje hoog is of zo. Ik heb zwangerschapsdiabetes gehad, dus ik herken af en toe even de symptomen. Maar toch elke keer als ik bloed prik, dan is mijn suiker gewoon goed. Dus ik heb geen idee, maar een momentje, momentopname. Ik moet even lekker wat gaan drinken. We gaan eerst allereerst natuurlijk de verloting doen. Dit thema sluit ik nu af. Dit was een moeilijk thema, vond ik. Ja, gewoon omdat ik niet iemand wil beledigen. Omdat ik het zelf lastig vind om erover te kletsen. En omdat ik het gewoon lastig vind. Ik wil geen ruzie. Dus vandaar. Ik hou er niet van. Ja, ik hou er niet van, inderdaad, om ruzie te maken. Ik vind het wel fijn om er eens af en toe over dit onderwerp bijvoorbeeld met bepaalde mensen te kletsen. Of over bepaalde irritaties die je hebt in de reborn wereld. Maar daar heb ik zomaar vaste personen voor waar ik mee klets. En dat ga ik niet op YouTube delen verder. Natuurlijk heb ik dat ook. Iedereen heeft dat denk ik wel. En ik vind het ook heel vervelend dat dat er is in de reborn wereld. Laat ik dat zeggen. Ik vind het heel vervelend dat dat er dus moet zijn in de reborn wereld. Dat je dus irritaties krijgt onderling om bepaalde dingen. Omdat iemand anders het bijvoorbeeld een ander niet gunt. En jou valt dat op. Dat soort dingetjes. Daar irriteer ik mij dan aan. En niet dat ik dan ruzie zoek met die persoon, maar... Nou, ik denk dat jullie ondertussen wel ongeveer snappen wat ik bedoel daarmee. We gaan gauw lekker door naar de winactie. Laten we dat gaan doen, want ik zit nu al 23 minuten te kletsen. Een beetje uit mijn nek over dat onderwerp waar ik niet helemaal goed uitkom. Dus laten we lekker met die winactie beginnen. Vosjes omgekleed. Ik ga hem even iets wat verder opleggen. Ik heb... alles in een prachtig tasje weten te krijgen. Welkom little one. Dus het is zowel voor een meisje als een jongetje. Het is lekker neutraal. Dit tasje had ik toevallig nog liggen. Het is geen nieuw tasje. Ik had deze bij een boxopening gekregen. En dan bewaar ik zulke tasjes. Ik krijg daar dan mijn goodies in bijvoorbeeld. En dan bewaar ik zulke tasjes. En ik weet niet bij wie... van de baby's dit tasje zat. Maar misschien dat jullie het weten door de video's terug te kijken met de boxopeningen. Nou, een verlesje dus nog toegevoegd en de baby wipes. En voor de rest zit hier dus alles in wat ik dus aan jullie heb beloofd. De cape ligt bovenop en alle kleertjes liggen eronder. En het knuffeldoekje en alles ligt eronder.
Er waren dus 28 namen die ik genoteerd heb in het rad. Ik heb aan een rad gedraaid. Ik doe dat dan zo eerlijk mogelijk. Ik heb dat dus, oké, ik heb er ook even een screenshot van gemaakt, zodat ik die achteraan deze video kan toevoegen. Dan kunnen jullie zien dat het inderdaad echt eerlijk gegaan is en dat jullie namen erbij staan. Ik heb net een wesp gevangen op mijn kamer en daar had ik dus het briefje voor gebruikt waar ik dus al jullie namen op heb geschreven. En toen is hij uit het raam gevallen. Dus die ligt nu in mijn voortuin. En ik had echt geen zin om weer helemaal naar beneden te lopen. Dus ik denk dat jullie nu heel hard moeten lachen daarom. Maar ik had een kopje hier nog van mijn thee. En ik dacht, ik vang die wesp even. Ik schuif dat papiertje erachter en ik laat hem weer vrij. En toen viel dat briefje dus vloep naar beneden uit mijn raam. Wesp is vrolijk weggevlogen. Maar jullie namen liggen nu in de tuin. Maakt niet uit. Ik weet wel wie de winnaar is. Dus ja, die gaan we dan maar bekend maken. Een beetje tromgeroffel. De winnaar van dit mooie pakket. En sorry jongens voor iedereen die niet gewonnen heeft. Want ik snap dat het een teleurstelling is met deze prachtige winactie. Ik ga heus wel vaker winacties weggeven. Maar denk niet meer in deze grootte. Maar goed, je kan nog mogelijk een keer weer wat winnen. Maar diegene die dit gewonnen heeft is Jaylee. Jaylee Bot. Dus Jaylee, volgens mij heb ik met jou gekletst ook op Instagram. En laat me even jouw adres weten. Ik ga het pakket 20 september opsturen. Dus het duurt nog even 10 dagen. Dan ga ik hem opsturen naar je. En dan komt hij nou ja, jouw kant op. Maar neem even in die 10 dagen die je dus nu nog hebt contact met mij op. Zodat ik het pakket kan klaarmaken voor verzending. Ja, nou jongens, sorry voor alle anderen die meededen. Ik had het jullie allemaal gegund. Het liefst geef ik 28 van deze pakketten weg. Dat is natuurlijk gekke werk. Ik kreeg nu al reacties van mensen die zeiden van echt, dit is gekke werk Diana, doe dit niet. Je gaat toch geen winactie van €50 weggeven. Steek het lekker in je eigen zak en bewaar het of geef het, verdeel het. Of nou ja, ik kreeg van allerlei opmerkingen. Maar echt jongens, ik wilde heel graag gewoon één iemand heel erg blij maken met dit pakket. En ja, ik geef echt wel vaker nog wat weg. De volgende winactie zal bij 350 abonnees zijn. En we zitten alweer op 321 abonnees. Alweer 21 meer dan dat ik had. Allemaal dankzij jullie die gedeeld hebben. Die vrienden erover verteld hebben. Dank jullie wel daarvoor. Super lief. Als ik 350 abonnees heb, dan doe ik weer een kleine winactie. Niet zo'n dikke dus als nu. Bij 400 zal er misschien weer een dikke winactie uitgaan. Weer een gekochte winactie. Weer gewoon echt een leuk pakketje voor je reborn baby's. Maar dat is met 400 abonnees. En dat duurt dus nog echt wel weer een tijdje voordat ik dat heb bereikt. Ze hebben brandoefeningen aan de overkant van de school. Dat hebben ze heel vaak, zo vlak na de zomervakantie. Nou jongens, ja, dat was het dus. De winactie en dit thema, een lastig thema, samen met Vos. Jaylee, van harte gefeliciteerd. Ik gun het je, ik gun het iedereen. En ja, doe vooral de volgende winactie weer mee. En dan zie ik jullie volgende week vrijdag weer bij een nieuwe video. Doei!